Dit zijn twee kampioenen van de nationale geitenkeuring die plaatsvond tijdens het geiten-event in Nijkerk afgelopen weekend. Bij de lammeren was deze witte geit kampioen, dagkampioen. Nou, wij vonden dit een heel apart exemplaar. Heel mooi lang en hoog. En dit was gewoon de beste. Nou, we kijken allereerst naar de kop. De kop moet een hele mooie melktypische kop zijn. Een lange hals en de voorbenen niet te smal bij elkaar. En de voorhand en de middenhand moet mooi met elkaar meelopen naar de achterhand. Het kruis moet een beetje plat zijn, mag niet hellend. En de achterbenen recht naar beneden. Nou, en dat hebben we, dit lam, het witte lam. Voor geitenhouders is het een mooi moment om te laten zien waar ze het hele jaar mee bezig zijn. Het werk wat je eigenlijk heel het jaar door hebt, dat op zo'n dag een soort van gewaardeerd wordt. Ik ben vandaag in de gelukkige toestand dat ik eerste was in mijn categorie. Verleden jaar en dit jaar weer, dus elk jaar wel een keer. En dan kijk ik mijn eigen geiten, mijn fokmateriaal showen. De geheim, ja, er zit ook een geluksfactor aan. Want 1-1 is niet altijd 2, hè. Dus het is net hoe het balletje valt. Dat te gaan is net hoe de paring is met de bok, zou ik maar zeggen, en de geit. De keurmeester let per ras op verschillende aspecten. Nou, we hebben hier de dagkampioen van de Toggenburgers. Die was de beste van alle Toggenburgers. Nou, een Toggenburger die moet iets minder lang zijn, maar wel heel goed in elkaar. Wat breed. Hij heeft een kop met twee mooie strepen, muizenoortjes en bruine streepjes op de voorknieën. Iets breder dan de witte geit. Kijk, hij heeft een heel mooi breed uier. Spenen heel mooi naar beneden. En het uier zit heel hoog. En hij heeft goede benen. Dus twee mooie rasvertegenwoordigers.